Hey beste mensen, ik heb weer een cv-installatie aangepast. Ik heb dit keer een warmtepompboiler verwijderd. Dan denk je van ja, waarom haal je een warmtepompboiler weg? We hadden een warmtepompboiler van 300 liter. Die verwarmde dus 100 vierkante meter vloerverwarming. Maar we hadden dus een kleine 6.000 tot 7.000 kWh per jaar aan verbruik. Nou, dat kan natuurlijk wel een stuk minder. Dus de warmtepompboiler was niet zo efficiënt als dat ze gehoopt hadden. En tot overmaat van ramp is de bliksem hier in deze wijk ingeslagen. Dus alle componenten van de warmtepompboiler waren kapot. En om het te repareren zou het een kleine 2000 euro kosten. En dan had je nog dat hoge verbruik van de warmtepompboiler zelf. Dus we hebben gekozen voor een iets simpeler systeem. Elektrische cv-ketel 4 kW. Nou, de lage temperatuur vloerverwarming die zat er al. Dus we hebben hier lopen de leidingen naar de design radiator in de badkamer. En hier hebben we dan een boiler 15 liter voor het douchen. Met de huidige douchekop, er zit nu een stortdouche, kan je 2 minuten douchen als je deze boiler op 60 graden instelt. Dus er komt een besparende douchekop op, die minder warm water verbruikt, maar waarvan de straal wel harder is. Dus dat is wel belangrijk, anders kan je dus niet normaal douchen. En dan kunnen we ook nog zeggen van, we verhogen de temperatuur van de boiler van 60 graden naar 75 graden. Dan kan je ook langer douchen. Maar het is in principe alleen hiervoor even snel douchen en er weer onderuit. Dus daar heb je ook geen boiler nodig van 300 liter. Deze boiler die wordt weer aangestuurd via de app. Dat zal ik zo meteen laten zien. Dus die kan je gewoon een eigen planning geven wanneer die warm moet zijn. Of eventueel via je telefoon aan of uit zitten als je onverwachts hier naartoe komt. Dat gaat gewoon via je smartphone en dan kan je gelijk het energieverbruik zien van de boiler. Hier heb je de weegschakelaar weer zitten. En dan gaat er hier de cv-ketel in. De cv-ketel is dus 4 kW. We hebben hier een lage temperatuurverwarming. Dus hij is nu aanvoertemperatuur 45 graden. Retourtemperatuur 35 graden. Het staat netjes op hoe de groepen lopen. Woonkamer, woonkamer, toilet, berging, berging. En de bedoeling is straks om dus nog 2 zones te creëren. Dus deze en deze, die krijgen een aparte thermostaat. Nou, die gaat dan hierheen. Onderlangs, aftapkraan. Hier naar boven, expansievat 4 liter. Magneetfilter, microbellenontluchter, inregelkraan. En hij gaat dan deze kant op, richting de radiator. Ik heb hier afsluiters tussen gezet, met 2 aftappers. Dan kan je deze dichtzetten, mocht er iets aan de radiator gebeuren. En hetzelfde heb je dus ook voor de vloerverwarming. Die kan je dus hier dichtzetten. En dan kan je hem hier aftappen. Zo blijft het water in de cv-ketel zitten. En hier kun je dus mooi zien hoe die debietmeters werken. En dan hebben we hier koud en warm water. Dus hij gaat hier naar beneden. Deze kant op. Deze kant op. Gaat hier de boiler in. Dus dan hebben we hier de wasmachinekraan. Kogelkraan met controleerbare keerklep. Overdruk, ventiel 6 bar. Dan gaat hier warm water naar boven toe. Naar de douche en dan naar beneden en naar de keuken. En hier komt gewoon een afzuigbox te zitten. Die altijd een klein beetje lucht afzuigt. Maar niet meer via de warmtepompboiler. En die warmtepompboiler die was aangesloten met allemaal plastic rommel. Zoals je hierboven ziet. Zo was dus alles aangesloten. Nou, zo ziet die app er dan uit. Dus je ziet dus dat je allemaal kan meten. En het mooie is, deze kunnen dus ook hier zonnepanelen meten. Meestal kunnen die apparaatjes maar één kant op meten.
Dus als ik nu de close-in boiler pak, dan kan ik hem dus aan- en uitzetten. Je gaat naar energieverbruik, november. December. Zo zie je dus mooie energieverbruik. En zoals bij de buitenlamp voorkant, kan je hem dus in de planning zetten. Dat hij dus om 5 uur aangaat en om 8 uur weer uit. Zoals in de keuken is een close-in boiler van 400 watt. Energieverbruik. Dan zie je dat dit een 400 watt boiler is. Dus dan zijn die pieken en dalen zijn minder. Dus zo kan je elk apparaat monitoren. Bedankt voor het kijken. Even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren en dan zie je mij de volgende keer weer.